dan heb je het zelf dadelijk tegen Coët Eagles, tegen Cambuur, heb je het moeilijk tegen getrainde jongens. Hè? Ja. Dus dat slaat gewoon helemaal nergens. Ik ben blij dat hij niet naar seksclubs gaat, want dat is... Wat? Ik ben blij dat ze niet naar seksclubs gaan. Wie doet dat wel dan? Ribéry, hè? Nou ja... Nou ja, Hans, ik... Apart overgang dit weer, Hans. Maar we zijn blij dat Hans er altijd is. Want dan proberen we het programma een beetje op niveau te houden. Maar vallen mensen... Kom jij met dat soort nieuws? Maar vallen mensen die het gemist hebben... City Gofou en Frank Ribéry zijn in staat van beschuldiging, heeft wel gesteld. Voor het hebben seks... Seksclub geweest, ik dacht in Frankrijk. En, met een minderjarige prostituee. Nou moet ik wel heel eerlijk bekennen, Hans... dat ik ook wel eens een seksclubje bezocht heb. En dan moet ik ook heel... Oh, vaak van de kijker, nee, maar nou moet ik ook heel... Heel eerlijk bekennen dat ik ook die meisjes nooit om een paspoort vraag. Nee, maar om een kopietje van hun paspoort vraag. Om even na te kijken. Het is daar vaak zo donker. Dat kan je nog geen eens zien, weet je wel. Nee, ja, dat, ik denk niet aan dat die jongen het geweten heeft. Nee. Die Ribéry. Nee. En ik bedoel, die meisjes zijn natuurlijk allemaal groter dan hem. Dat is godverdomme zo'n nukkie, weet je wel. Die heeft gedacht, goh, die is een kop groter en die was 16. Ja, gauw in de war, ja. ja. ja.